Wat gaan we doen? Als je naar je horoscoop gaat leven. Je verdiept je naar de Chinese tekens. Gaat dat ook leven? En je trekt het op je af. Of ze programmeren je er naartoe. En anderen proberen je ergens vanaf te laten dwalen. Dus moet je loslaten, kijk je vanaf de zijkant mee. Maar ondertussen heb ik gewoon een mappie. Misschien dat ik die al 10 jaar heb. Een heleboel artikelen heb ik even moeten zoeken. Want, ik heb het opgeslagen bij die favorieten dus. Maar de pagina bestaat niet meer. Maar even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tabblaadjes. Pluto in het 10e huis. Persoonlijkheidskenmerken. In de astrologie speelt Pluto in op je verlangens in het 10e huis. Om alles te overzien. Resulteert in je af. En toe als controlfreak overkomt. Je bent effectief en efficiënt. En je daar nooit voor. Ja? Je bent efficiënt en efficiënt en je daar nooit voor. Ik ben de verkeerde kant aan het lezen. Ik heb gewoon bij Google Translate gedaan, maar deze was toevallig al in het Nederlands. Waardoor je af en toe als controlefreak overkomt. Je bent effectief en efficiënt en verontschuldig je daar nooit voor. Maar je kunt er ook stoffig of zij uitzien. Let op het beeld dat u in beeld brengt. Planeet Pluto staat symbool voor subversie, isolatie, wedergeboorte, kracht, transmutatie. Vanwege uw ambitieuze aard neemt u automatisch de leiding, zodat u zo gestaag mogelijk de bedrijfsladder kunt beklimmen. Hoewel dit voor u logisch is, merkt u misschien de tenen van andere mensen niet op. U stapt op in carrière. Pluto in het 10e huis. Positieve eigenschappen. Laat zien dat je kracht en uithoudingsvermogen bewonderingswaardigend zijn voor de hoge ups van je bedrijf. Maar ze hebben waarschijnlijk een hard liefdesverhouding met hun collega's. Er zijn mensen die al je inspanningen zullen waarderen en met je willen samenwerken in een groep. Terwijl anderen denken dat je je gedraagt als het huisdier van een leraar. Het is belangrijk om met allerlei mensen te kunnen werken. Dus oefen verschillende technieken voor het omgaan met verschillende persoonlijkheden. U kunt uw punt duidelijk maken wanneer dat nodig is. Dus concentreert u op dat vermogen en verwerk het in uw dagelijkse activiteiten. Je vastberadenheid helpt je ook op andere gebieden in je leven. Hoewel je moet oppassen dat je niet de indruk krijgt dat je de controle hebt over alles. Negatieve eigenschappen. Pluto in 10e huispersoonlijkheid is volledig in staat om dingen in je leven te laten gebeuren. Het loopt misschien niet altijd zoals je wilde. Er is altijd de mogelijkheid van onvoorziene omstandigheden, ongeacht hoe zorgvuldig u iets plant. Het is hoe je omgaat met deze hik die bepaalt wat voor soort persoon je bent. Sommigen in het 10e huis vrezen voor het onbekende, omdat jullie perfectionisten zijn en dingen nodig hebben om op een bepaalde manier te werken. Als dit niet het geval is, raak je verdwaald en moet je hulp zoeken. Anderen in het 10e huis zijn bang tegen de traditie in te gaan en gezien te worden als iemand die hun verantwoordelijkheden niet aan kan. Je hebt de neiging om meer conservatief te zijn en dat kan je vermogen om uit een plakkerige situatie te komen belemmeren. Gebruik je ambities en integriteit om iets uit te zoeken dat werkt in je huwelijk. Oh ja, dat ging om relaties. Hè? Je hebt problemen met verandering, tenzij het langzame en gestage klim is naar een betere plek. En dat kan je voorgang belemmeren als je niet voorzichtig bent. Probeer verandering te omarmen en zie het als een noodzaak voor emotionele en spirituele verlichting.
Ken je Pluto vermogingsstreken om dit beter te begrijpen? Met Pluto in je tiende huis is het belangrijk voor je om op een comfortabele plek in je leven te bevinden. Dit is de reden waarom u zoveel moeite doet voor uw carrière en het opbouwen van een stabiele bankrekening. In dit geval is verandering meestal een goede zaak, zolang u dat evenwicht in uw checkboek ziet stijgen. Maar je bent bang dat het in de tegenovergestelde richting gaat. En dat kan een zichzelf vervullende professie worden voordat je het weet. Stop je voorwaartse momentum niet. Werk eraan om alles te nemen wat op je pad komt en er positief resultaat van te maken. Je kunt niet alles in het leven beheersen, maar je kunt wel de reactie erop beheersen. Gebruik je vindingrijke aard om een negatieve in positief te veranderen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar je houdt van een uitdaging. Het gaat erom dat dingen in jouw voordeel werken. En als iemand het kan, jij bent het. Als je geboortehoroscoop laat zien dat Saturnus in je tiende huis staat, of Saturnus in steenbok staat, wordt je leven en werk geregeerd door het mannelijke principe en vaderrollen. Wat inhoudt dat je misschien een verlangen hebt om collega's te leiden of te begeleiden. En je neemt de kinderopvang, verantwoordelijkheden serieus. De moeilijkheden en situaties waar u mee te maken krijgt zijn onder meer overwinnen. Verstikkende controle, zowel zelf gegenereerd als extern. Eventuele demoraliserende berichten over wat haalbaar is. Gevoelens en ervaringen van machteloosheid. In strijd met gezag. Het mannelijke principe of vader. Een belastende erfenis of druk om aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Aanmoediging. Diepe reserves om door te zetten. Het vermogen geduldig te zijn met het proces en voor langetermijndoelen. Zoonvolle wijsheid. Over tijd en wat duurzaam is. Een brede invloedssfeer. Een sterk gevoel voor karakter. En succes wordt bevorderd wanneer integriteit een topprioriteit is. Huis van wereldleraren. Naar het zoeken van kennis van het negende huis draait het wiel om die wijsheid toe te passen in de echte wereld. En Saturnus in de grafiek maakt het tot een echte planeet. Saturnus is in zijn huis, of teken, is een levenslange meditatie over hoe te leven wat je weet. Of walk the talk. Een inboorling met Saturnus in het tiende heeft de hoge normen en kan een enorme druk ervaren om uit te blinken. Er kunnen vroege ervaringen zijn met zware of strikte gezagsdragers van ouders tot dreigende figuren in de kerkomgeving. De reis van Saturnus omvat soms het afbreken van een fundament. Een inwoner van het tiende huis Saturnus zou de noodzaak kunnen voelen om los te komen van starre wereldbeelden uit hun opvoeding of opleiding. Het leven van het tiende huis Saturnus ervaring is er een van het formaliseren van een hoeveelheid kennis die vervolgens van dag tot dag kan worden beleefd. Het ware karakter van een zwaar bevochten autoriteitsgevoel is dus een indrukwekkende mantel. Deze persoon kan een grote verantwoordelijkheid voelen die verder gaat dan het zelf. Jegens de grotere menselijke familie. Je zou hier het citaat uit Henry N.V. van Shakespeare kunnen invoegen. Ongemakkelijk ligt het hoofd dat de kroon draagt. Maar met die last van verantwoordelijkheid komt erkenning en invloed die wijd en zijd uitweidt. Met deze Saturnus zouden sommige zogenaamde mislukkingen openbaar kunnen zijn. Maar dat geldt ook voor de prestatie. Sommigen kunnen klassieke val uit de gratie of het verlies van status ervaren om vervolgens een verbazingwekkende comeback te maken. Het respect dat wordt gewonnen is voor het zelf, maar het dient ook als een voorbeeld voor anderen wat mogelijk is.
De ervaring van een wijze vrouw, Jamie Walters, de maker van het essay Identiebedrijf IVC, heeft Saturnus in het tiende huis en gaf ons haar ervaring en begrip van het effect dat het op haar leven heeft gehad. Voor mij kan ik het hebben van Saturnus in het tiende huis niet scheiden van het feit dat het cognac met mijn zoon in Waterman en niet ver van mijn midhemel in Waterman ook in de buurt van mijn MC. Oké, leuk, whatever. Ah, ik kan dit voorlezen, maar er zitten er nog 10 onder. Neptunus in eerste huis. Ah, ik moet blowen. Even een muziekje. Most of my fam don't know who I am, nigga. En het zegt. Neptunus in eerste huis. Neptunus in het eerste huis geeft aan dat je extreem gevoelig bent. De harde realiteit onder ogen zien kan je gemakkelijk overweldigen. Net als te veel zintuigelijke input. Voor mensen met hun geboorte Neptunus in het eerste huis is het essentieel om goed voor hun mentale gezondheid te zorgen en gezonde emotionele grenzen te creëren. Neptune in het eerste huis, mensen leven soms in een fantasiewereld. Ze kunnen vastkomen te zitten tussen verbeelding en de echte wereld, soms zonder het zelf te beseffen. Mensen die Neptunus of vissen sterk in hun hitlijst hebben, kunnen naïef zijn. Het is iets waar een persoon met slechte bedoelingen gemakkelijk misbruik van kan maken. Neptunus in het eerste huis suggereert dat andere mensen deze zachte energie om je heen kunnen voelen. Dit kan mensen naar je toe trekken die op zoek zijn naar slachtoffers die ze gemakkelijk kunnen manipuleren. Je hebt de neiging om mensen en wat ze van je willen beter te zien dan ze in werkelijkheid zijn. Geaard zijn en je integriteit versterken zijn erg belangrijk voor een geboorte Neptunus in het eerste huis. Zorg ervoor dat je grenzen hebt en laat mensen niet profiteren van je zuiver hart. In sommige gevallen kan Neptunus echter aangeven dat u goed gelovige mensen kunt waarnemen. Voor als Pluto erbij betrokken is, kun je geweldig zijn in het weten wat mensen beweegt en hoe ze op hun knoppen moeten drukken. Maar meestal duidt een sterke Neptunus op een vriendelijk en oprecht persoon, tenzij de kaart zwaar getroffen is. Neptunus is de planeet van verwarring en illusie. Je kunt er met deze plaatsing ook veel van hebben. Je dwaalt vaak af in het leven, zonder een precies plan te hebben over waar je heen gaat. Neptunus in het eerste huis, mensen hebben de neiging om hun droomwereld te verkiezen boven de werkelijkheid. Wishful thinking is ook een kenmerk voor Neptunus in het eerste huis. Tenzij de grafiek als geheel wilskracht en gezond verstand verschaft over hoe u uw doelen kunt bereiken. Ben je al een beetje aan het voelen waar dit heen gaat? Ik weet niet hoe jij aan het analyseren bent, hè? We zijn 2 jaar verder, hè? Soms moet je wachten. Chiron in het vijfde huis is vooral afhankelijk van het teken waar Chiron in zit. Deze vijfde huiswond gaat over een diepe pijn met betrekking tot het innerlijke kind, seksualiteit, romantiek, zelfexpressie of creativiteit. Als je Chiron in het vijfde huis hebt, verberg je waarschijnlijk wat uniek is aan jou. Vooral in het teken van Chiron. Je vat
veel verschillende reacties van anderen op als afwijzing, zelfs als dat niet zo is. Je innerlijke kind kreeg geen niet-oordelend vrijheid om te spelen. Dus nu je hyper zelfkritisch en bewust. Dus nu ben je hyper zelfkritisch en bewust. Je bent bang voor hoe anderen je meest kwetsbare zelf zouden ontvangen. Om te proberen deze angst te verhullen, onderdruk je eenvoudig dat deel van jezelf. Het Chiron in 5000 persoon is misschien extra zelfbewust. Het is moeilijk voor hen om los te laten en plezier te hebben. Hoewel ik vind dat Chiron in het 5000 zich vaak op deze manier manifesteert, zijn er een paar andere manieren waarop het zich in plaats daarvan kan manifesteren. Soms kan Chiron in het 5000 over kinderen gaan. Misschien wil je kinderen. Misschien kun je ze niet krijgen, dus je leeft met deze wond. Of je kunt hyperkritisch worden op je kinderen, omdat je niet wilt dat de wond dat ze de wond ervaren die je voelde. Als alternatief kan Chiron in het 5000 persoon gewond of verraden worden door partners en door romantiek in het algemeen. Het pad naar genezing van Chiron in het 5000 hangt grotendeels af van het scenario en het teken van Chiron. Leren kwetsbaar te zijn voor jezelf is altijd een goede eerste stap. Evenals het vinden van de wil om te creëren en te schitteren. Vooral in je specifieke Chiron-teken. Het doel van Chiron in het 5000 is vanuit je hart te leven met eerlijkheid en integriteit. Hou je het nog bij? Zie je waar we heen gaan? Ik ga niks uitleggen. Ik lees alleen voor. Om uw noordknooppunt te begrijpen, moet u ook uw zuidknooppunt begrijpen. Met de noordelijke knoop in het zevende huis wordt de zuidelijke knoop in je eerste huis geplaatst. Wat moet u weten over de positie van de knoopas in uw geboortehoroscoop? De noordelijke knoop in het zevende huis suggereert dat je in het verleden in de eerste plaats op jezelf gefocust was. Veel mensen met deze plaatsing hadden in het verleden geen partner. Je moest alles alleen doen, er was niemand om je te steunen. Tegelijkertijd gaf dit je een grote vrijheid om te doen en laten wat je wilt. Hierdoor zijn compromissen en samenwerking meestal moeilijk voor je. Je hebt een sterke wil en erg zelfstandig met het noorden in het 7000 in je geboortehoroscoop. Noordelijke knoop in het 7000. Kan ook wijzen op de neiging om te verwachten dat anderen zijn zoals jij. Ook al geef je het niet toe, je wilt dat anderen zijn, denken en handelen, zoals jij. En als ze dat niet zijn, heb je de neiging om de relatie op te geven. De noordelijke knoop in het zevende huis suggereert dat als je niet graag advies van anderen aanneemt, je wilt de dingen op je eigen manier doen. Dat is niet per se slecht, maar naarmate je ouder wordt, leer je inzien dat luisteren naar anderen je horizon kan verbreden en je misschien een betere oplossing kan laten zien. Deze plaatsing kan erop duiden dat je sociaal onhandig bent, vooral in het begin van je leven. De noordelijke knoop in het 7000 kan soms angst oproepen als het gaat om de ontmoeting van mensen en vooral om dicht bij hen te komen. Je begint erg ongemakkelijk te voelen naarmate de relatie zich ontwikkelt en begint er zich een emotionele band tussen jullie te vormen. Er is een sterke neiging om mensen met de noordelijke knoop in het 7000 te mijden. Dit is echter niet waar je kunt groeien. En het gebeurt vaak dat wat je ook doet, het leven je in situaties brengt waarin je gewoon socialer moet zijn en met mensen moet omgaan. Het teken van het noordelijke knoop onthult aanvullende informatie over je belangrijkste levenslessen en het doel van je ziel. Nee, dat is niet de accu. Het teken beschrijft de persoonlijkheidskenmerken die je ziel in het leven wil ontwikkelen. Terwijl het teken van je zuidelijke knoop laat zien dat je wat je al onder de knie hebt. Als u de sterrenbeelden begrijpt waar de maanknopen in uw geboortehoroscoop worden geplaatst, krijgt u een extra laag inzicht. Om uw noordelijke knoop volledig te begrijpen, moet u ook rekening houden met de aspecten ervan. Noordelijke knoop in het zevende huis en huwelijk. De noordelijke knoop kan wijzen op angst voor relaties. Deze plaatsing kan relaties in het leven vertragen.
En je beste relaties zullen waarschijnlijk plaatsvinden als je ouder en volwassen bent. Als je eenmaal je eigen problemen hebt opgelost en een duidelijker beeld hebt van wie je bent, is het gemakkelijker om de juiste mensen in je leven aan te trekken. De noordelijke knoop in het zevenduin suggereert dat het soms moeilijk voor je is om balans te vinden tussen geven en nemen. Soms onderschat je jezelf of kan het gewoon gebeuren dat je meer neemt dan je geeft. Het zevenduin is het natuurlijke huis van weegschaal, het teken van balans, harmonie. Het creëren hiervan in je relaties is een belangrijke levensles in het noordelijke knoop van het zevenduin. Het is niet gemakkelijk, maar daar groei je het meest. Het kan moeilijk voor u zijn om uw punt op een diplomatieke, tactvolle manier over te brengen. Het zuidelijke knooppunt in het eerste huis suggereert dat er in het verleden een neiging was om impulsief en ongeduldig te zijn als dingen niet gingen in de richting die je wilde dat ze gingen. Het ontwikkelen van tact om harmonie in een relatie te bereiken is een belangrijke les voor jou om de noordelijke knoop in het zevende huis. Het verbeteren van je sociale vaardigheden is ook iets wat je ziel in deze leven wil leren. Weegschaal, Venus en het zevende huis gaan over gratie en balans. Dat is wat je verondersteld wordt onder de knie te krijgen. Door deze eigenschappen te ontwikkelen kun je relaties creëren die je helpen groeien. Wil je erop vooruit gaan en veel mensen ontmoeten? Door anderen kun je jezelf beter begrijpen. Romantische relaties, je echtgenoot, zakenpartner, vrienden, persoonlijke relaties, 1-op-1 relatie helpen je ziel te groeien in dit leven. Te egocentrisch zijn komt vaak voor bij de noordknoop in dit zevende huis. Je zuidknooppunt in het eerste huis suggereert dat je in het verleden geen rekening hoefde te houden met andermans hoeven, behoeften en wensen. Je zou helemaal op jezelf kunnen concentreren, zoals in bijvoorbeeld als je alleen op vakantie gaat. Je kunt de hele dag bla 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 bla. Maar als je een partner meeneemt, moet je ook betalen aandacht voor wat ze willen doen. De noordknop in het zevende huis suggereert echter dat je het belang van samenwerking moet leren. Als je ouder wordt, ervaar je meestal levensgebeurtenissen die je de kracht van de samenwerking en partnerschap leren. Leren aandacht te schenken aan de behoeften van andere mensen is een belangrijke les met de noordknop in het zevende huis. Nee, die mensen zijn niet aan het werk, hoor. Die zijn niet aan het werk. Ze hebben niet de kennis. Die hebben ze niet tot zich genomen. Ze hebben geen idee welk spel ik ze aan het spelen zijn. En hun samenwerking, die is daar dus daarom ook echt niet. I don't give a damn, nigga. Dan ga je jullie allemaal laten zien wie wie is. You're not the eyes. Ja, ze doen alsof ze fidèle zijn, maar één acteurzootje om de boel sturing en richting. En het zijn gewoon de poppetjes hoor die heen en weer gaan. Ze dansen voor fidèle. Ze zijn groot dan hoor. Ze willen niet dat we het weten. Dus zijn die zielozen, dus kunnen God niet willen laten. Hebben die connecties niet. Ja, dus wat wel maar aan de maan aan het luisteren. Als je part of fortune in het negende huis in je geboortehoroscoop hebt, zoek je naar een meer kosmische realiteit dan een alledaagse. Je ervaart je grootste vervulling door de waarheid te ontdekken, je bewustzijn en je begrip van het universum te vergroten. Je kent veel culturen en verschillende vormen van menselijk denken. Je overstijgt het innerlijke begrip van de wereldse realiteit. Je weet dat alles relatief is. Aangezien je deel van het fortuin in het negende huis van je geboortekaart staat, is het derde huis het tegenoverliggende huis. Door het derde huis realiseer je hoeveel energie wordt besteed aan mensen die elkaar niet lijken te begrijpen. Omdat de betekenissen van de waarheid verdraaien.
Je moet deze situatie onpartijdig blijven en het idee van dualiteit leren als onderdeel van menselijk natuur. Je moet weten dat de waarheid alleen bekend is door de niet-waarheid. En daarom moet je dualiteit oplossen naar een hogere waarheid. Als je dit eenmaal begrijpt, is echte communicatie mogelijk. Vaak zie en hoor je jezelf dingen uit en zeggen die niet helemaal waar zijn. Hoe meer dualiteit je ervaart en uitdrukt, hoe groter de behoefte zal zijn om deze dualiteit op te lossen in een eenheid en de noodzaak van polariteit in de natuur en het menselijk leven te begrijpen. Je hebt geen grote behoefte aan identificatie met een godheid, studie, contemplatie, meditatie, een spirituele zoektocht, universele waarheid en afgestemd zijn op de kracht en wetten van de natuur. Maar deze wereld staat het soms niet toe, aangezien het dagelijkse leven ons overdompelt in een alledaagse realiteit. Onthoud dat elk klein ding een unieke betekenis geeft aan de totaliteit en het universele begrip van rechtvaardigheid. Je bent zeer gedreven in het herkennen van de subtiliteiten van het denken. Zonder op anderen neer te kijken, moet je je normen hoger houden. En zo je niveau van zijn verhogen. En het tegelijkertijd leren functioneren in het alledaagse wereld van minder belangrijke ideeën en gedachten. En deze zo nodig begrijpen. Daarom zul je de aard begrijpen van alles wat relatief en duaal is. Wijsheid verliest veel van haar schoonheid door te proberen haar over te dragen aan de concrete en inferieuze geest. Je moet dus een kosmische realiteit leren ervaren terwijl je leert functioneren in de wereld van minder belangrijke ideeën en gedachten. Tolereer en breng de realiteit tussen beide in je leven in evenwicht. U moet altijd uw onafhankelijkheid behouden. Je voldoening zal komen van alle waarheid die je voor jezelf ontdekt, zonder te proberen anderen in jouw wereld te laten passen en zonder te proberen hun ideeën en houdingen te corrigeren. Je hoeft ze alleen maar te onderwijzen, afstandhoudend en zelfs onverschillig hoe ze accepteren wat je ze leert. Dan kun je het toppunt van je kennis, je ware functie in de wereld van je vervulling ervaren. Met een vertex in het achtste huis kan een belangrijke transit een karmische uniek brengen met een ander individu, meestal verbonden door seks. Het achtste huis regeert de daad van totaalfusie met een ander persoon en laat de eigenaar van de kaart er zo naar verlangen om alle barrières te doorbreken. Natuurlijk omvatten de barrières tussen mensen de fysieke grens van verschillende lichamen en seks is waarschijnlijk de krachtigste hulpmiddel om de afstand tussen de twee zielen uit te roeien. Maar aangezien het achtste huis ook verantwoordelijk is voor andermans geld, kan deze karmische relatie ook verband houden met financiële fusie. De eigenaar van de kaart heeft mogelijk een gedeelde portemonnee met zijn partner, wat in sommige situaties een probleem kan worden. Zeker als de ene niet weet van de bankrekening, zeker als het idee fraude is, zeker als de dingen verstopt worden, de erfenis nooit bij mij is gekomen en ze dingen aan het verstoppen zijn met bijvoorbeeld bankrekeningen in het buitenland. De autochtoon kan verslaafd raken aan deze situatie omdat hij zich niet in staat voelt om weg te lopen van de financiële zekerheid die de ander biedt. Mensen wiens vertex een negatief aspect heeft, moet heel voorzichtig zijn om niet in een relatie te blijven die alleen maar hun financiën opkrikt. Een achtste huis vertex kan partners meenemen die worden beschouwd als financiële redders van de eigenaar van de kaart. Misbruiken kunnen ze er ook mee doen. Aangezien het achtste huis ook schulden heeft,
is een ander patroon dat kan verschijnen de twee individuen die een gezamenlijke lening van een bank nemen. Deze factor kan hun relatie nog stabieler maken, omdat niemand gemakkelijker weg kan lopen van deze band. Maar als de relatie uiteindelijk eindigt, kan er veel turbulentie zijn over geld. Aan de andere kant is er geen betere vertexplating voor diepe en magische seks. Dit is meestal van toepassing als vertex goed geaspecteerd is of in combinatie met geboorteplaneten van een of beide partners. Dan is er gewoon geen manier om te ontsnappen aan de kracht en intensiteit van de seksuele gevoelens die opkomen. Een karmische samensmelting is zeer waarschijnlijk als de vertex conjunct staat met de ascendant of zon van de significante ander. En planeten zoals Jupiter, Uranus of Pluto de plek door transit benaderen. Natuurlijk zijn voor positieve gebeurtenissen de verantwoordelijke aspecten driehoeken en sextielen, terwijl de vierkanten en opposities de neiging hebben om moeilijkheden te veroorzaken. De conjuncties zijn sterk afhankelijk van de planeet die transiteert en kan zich zowel positief als negatief manifesteren. Bovendien hangt de aard van de geactiveerde gebeurtenis ook af van de bestaande aspecten van de vertex naar andere geboorteplaneten. Natuurlijk zal een goed geaspecteerde vertex gunstig werken in een combinatie met een transiterende planeet, terwijl een slecht geaspecteerde vertex moeilijkheden met zich meebrengt. In ieder geval is de vertex verbonden met mensen die heel persoonlijk voor ons worden. Aan de andere kant garandeert dit niet de gelukzaligheid van de relatie. Wat de vertex brengt is nogal ongecontroleerd en moet gebeuren zodat beide delen hun lessen leren en vooruitgang boeken. Mensen met een vertex in het nachthuis zullen merken dat ze meer openstaan voor seks en zelfs een beetje promiscu. Dit komt omdat de poorten van hun achtste huis meer openstaan dan die van de gemiddelde persoon en ze seks op een dieper niveau kunnen ervaren. Bovendien kunnen dergelijke individuen gemakkelijk een diepere intimiteit bereiken. Het kost ze minder tijd om zich mentaal open te stellen voor een nieuw lichaam dat in hun leven aanwezig is. Het aspect houdt ook in dat je onverwacht belangrijke mensen ontmoet via het achtste huis activiteiten. Bij financiële instellingen, occulte groepen, begrafenissen of elders waar het achtste huis zaken plaatsvinden. Als je geïnteresseerd bent om met je vertex te interpreteren, kijk dan in de zon en sextiel, Jupiter, zon, driehoek, Jupiter, begiftigd met vrijgevigheid en vriendelijkheid. Lijken deze mensen geluk te hebben in het leven. Ze trekken goede dingen aan met een positieve gemoedstand en een liefdadigheidsinstelling. Zelden helemaal down and out worden mensen met de zon in harmonieuze aspect met Jupiter meestal goed ontvangen, behulpzaam en goed geïnformeerd. Meestal houden ze van reizen. Meestal houden ze van reizen en hebben ze een speciale genegenheid voor vreemde plaatsen en mensen. Het zijn over het algemeen niet erg competitieve mensen en voor het grootste deel ook niet strijdlustig. Daardoor vallen ze meestal in de smaak. Deze mensen zijn meestal goedhartig, met een sterk moraal en veel vertrouwen in het leven en in mensen. Ze vinden het liefst het goede in situaties en in mensen, omdat ze over het algemeen geloven in orde, gelijkheid en de wet. Hebben ze niet veel geduld met degenen die de regels overtreden. Zon-Jupiter mensen komen over het algemeen hun belofte na. Nou, wat is gebeurd? Ja.
Rug even ook praatje. Vertel het maar. Ik zeg dan. Ja, jij wil alleen maar die hand en geëist worden, weet je niet? Nee, geen tijd voor. Algemeen hun beloftes na. En de oprechtheid die ze uitstralen is te vertrouwen. Van de positieve kant kijken is hun sterkste punt. Zich tot mensen wenden voor een aangename dosis geloof en optimisme. Ze grinniken snel en kunnen een beroep op hun gevoel van humor niet weerstaan. Sommige mensen met dit aspect in hun geboortehoroscoop zijn ronduit vrolijk. Anderen zijn minder opvallend, maar hun geloof in het leven en bereidheid om humor in het leven te vinden zijn niettemin duidelijk. Je leven is geneigd om gezegend te worden met meer dan je aandeel aan